Ze ziet me niet. Ze kijkt naar beneden. Als kind hoorde ik al verhalen over Indiëgangers, soldaten die naar Indië geweest waren. Bijvoorbeeld van een oude buurman bij ons thuis. 4 dagen ben ik hier. 3 doorwaakte nachten in dit vreemde land. Hij komt daar in een heel vreemd land, in omstandigheden die hij helemaal niet kent, die overweldigend zijn. En ontmoet een meisje, een Indisch meisje, waar hij verliefd op wordt. Als je het heel vaak zegt, mijn naam, heel vlug naar elkaar, dan wordt het Nassi. Ik ben Sina, de vrouw. Het gaat over een man en een vrouw, ik ben de vrouw. Sina. Ik heb eigenlijk ook een man en ik ontmoet dan de soldaten, dus het gaat ook over vreemdgaan. Het gaat over kinderwens, heel erg. En het meisje blijft achter in haar dorp, maar die is zwanger, maar dat weet hij niet. Maar een paar jaar later in de oorlog komt hij terug in dat dorp en dan komt hij erachter. Je zou kunnen zeggen dat het ook een liefde is tussen 2 verschillende culturen. En een soort onmogelijk liefde daardoor ook. Hij pakt de arm van het jongetje dat even door de lucht vliegt. Voeten van de grond. Lieve, lichte vogel. Hij klemt het kind tegen zijn buik, pakt het mes uit hamersriem en zet het op de keel van het jongetje. Opeens kraakt het als bliksem. Een lawaai dat splijt en splitst in de lucht als vuurwerk. Maar als je gewoon het leven van 1 mens bekijkt in zo'n oorlog en kijkt wat dat met een mensenleven doet, dan is elke discussie overbodig, want dan weet je het gewoon niet meer toenemen.